Goedenavond, wat zijn de gevolgen voor Nederland met Donald Trump in het Witte Huis? Welkom bij uitgelicht. De PVV en de SGP waren de enige partijen in Den Haag die enthousiast reageerden op de verkiezing van Donald Trump. Tot president van de Verenigde Staten. Tijd om erover door te praten met Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer. Goedenavond, meneer van der Staaij. Goedenavond. Felicitaties voor een nieuwe sterke man in het Witte Huis? Ik vind iemand, wie het ook is, die uh, wil je altijd begroeten met gelukwensen het, met het feit dat hij uh, uh, die overwinning heeft behaald. Ja. En natuurlijk veel wijsheid uh, toewensen en toebidden. Omdat uh, ja, zo iemand wel een hele belangrijke verantwoordelijkheid op zijn schouders uh, draagt. Heeft u er ook om gebeden dat hij wint? Nee, zeker niet. Uh, want ik moet eerlijk zeggen, ik was juist wel een beetje verlegen. Uh, ook net zoals heel veel Amerikanen met de keus tussen uh, Trump en Clinton. Uh -huh. Heb je toch een beetje het idee dat er beide personen nou niet de waarde vertegenwoordigen uh, waar wij voor staan. Ja, uh, toch noemt u dit goed nieuws voor Israël, pro-life, pro-family. Ik spreek de hoop uit dat het goed nieuws is voor die thema's. En dat zit er uh, nog meer in. Dat uh, de Republikeinse Partij daarmee ook vertegenwoordigd is, ook op de presidentiële stoel. Uh, maar ook in het, natuurlijk uh, de Senaat en het Huis een meerderheid heeft. En ja, we hoorden wel van, uh, wij spreken de abortusklinieken in uh, Amerika, dat die er al op zaten te hopen dat Clinton, dat Clinton aan de macht zou komen. Mm -hmm. dus, maar het is dus wel gematigd als er wordt gedaan alsof wij nou uh, enthousiast uit ons dak gingen. toen uh, Trump daar uh, nu eruit kwam. Dat bepaalt niet, ja. uh, want daar waren ook wel weer te veel akkefietjes geweest in de afgelopen. Tijd, uh, dat we eigenlijk uh, slecht polshoogte uh, konden of uh, slecht hoogte van konden krijgen, waar Trump nou echt staat als het gaat om die waarden, zoals uh, pro-life en zijn houding ten opzichte van Israël en dergelijke, ja. en ook natuurlijk in, in zijn uitlating en in zijn persoonlijke levensstijl, maar lichaam die bepaalt niet de christelijke waarden uh, waar wij ons door aangesproken voelen. U noemt dit akkefietjes in het ND vanmorgen, wordt uh, is het hoofdredactioneel commentaar dat u schandalig misplaatste complimenten aan een vuilbekkende hork. Ja, dat vind ik dan wel weer een merkwaardige. Um, extreme reactie op, uh, op onze genuanceerde uitlating hierover. Dat ja. je zegt: uh, uh, het is bepaald niet onze kandidaat, maar het is wel iemand die nu um, op deze zetel terechtkomt. En net als ieder ander moeten we dan wel wijsheid toe uh, bidden. En hopen we ook dat er uh, op bepaalde voor ons belangrijke ethische thema's ook een goede koers gevaren zal worden. Als dat dan al op deze manier afgeserveerd wordt, uh -huh. um, dan vind ik dat je ook wel erg makkelijk in het uh, kamp schaart van alle Clinton-adepten. Die uh, inderdaad nou wel heel erg slecht tegen hun verlies kunnen. Terwijl juist bij Clinton op heel veel thema's toch ook op zijn minst wel de wenkbrauwen gefronst mogen worden. Ja, u zegt het was een moeilijke keus. Als ik het vertaal naar de Nederlandse situatie: een keus tussen Pechtold en Wilders. Ja, ik vind dat wel inderdaad herkenbaar. Zo Wie heb zou ik al uh, gehoord. Ik heb ook wel uh, gehoord dat sommigen het hadden in meer Bijbelse termen over de keus tussen Nebuchadnezzar en Izebel. Ja, uh, ja uh, maar ik ben blij. Ik heb wel eens gezegd: uh, als, ik, als ik Amerikaan zou zijn, dan zou ik onmiddellijk naar Nederland emigreren niet, want heb je tenminste wat meer te kiezen uh -huh. dan alleen tussen, tussen deze uh, personen. Ja, maar Pechtold en Wilders, wie zou u kiezen dan? Nou, de, 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 de SGP, dus uh, ik, ja, ik, de, ik zou niet willen kiezen. Die staat niet in het nee, Ik zou werkelijk als Amerikaan ook uh, echt in verlegenheid zijn of ik wel zou naar de stembus zou gaan. Omdat je aan, aan allebei de kandidaten zoveel uh, haken en ogen ziet, zoveel uh, ook schaduwkanten ziet, uh, dat je zegt, ja, moet je daar nou echt tussen kiezen? Ik vind het ook wel een beetje Onthutsend dat dat het beste is wat beide partijen in Amerika naar voren wisten mm. te schuiven. Dat zegt ook wel iets van de morele leegte in Amerika van nu, vind ik, als dit, als dit echt de beste personen zijn. Maar tegelijkertijd, uh, we hebben wel nu de fase van uh, de campagnegevechten gehad. En dan vind ik ook dat je, dat je, dat je ook uh, mensen wel een kans moet bieden om juist ook uh, op een andere manier uh, zich te gaan gedragen dan in campagnetijd. Ja. Het is nu tijd om ook uh, de wonden uh, te helen. Uh, en die er ook wel geslagen zijn door de, de campagne. Ook bij, bij vrouwen, bij migranten, bij anderen. Die zich wel erg weggezet hebben gevoeld ook door, uh, door Trump. Soms ook persoonlijk uh, geraakt uh, voelen. Ja. En hij heeft wel wat goed te maken wat dat betreft. Wat goed te maken? U gaat hem daarop uh, beoordelen. Verwacht u een koerswijziging op ethisch terrein? Nou, ik hoop het, uh, dat er in ieder geval wel ook op, op thema's als uh, bijvoorbeeld uh, pro-life, uh, pro-family uh, dat er meer de republikeinse kant naar voren komt dan de democratische kant, die eigenlijk steeds meer in progressief vaarwater terecht is gekomen met mensen als Obama en Clinton. Ja. Eh, dus ik hoop dat het inderdaad uh, slecht nieuws wordt voor uh, de Planned Parenthood, de abortusklinieken in uh, Amerika. Ja. Ja. En ik ben ook benieuwd wat het betekent voor um, de houding ten opzichte van Israël, want ja, daar um, krijg je toch ook wel eens wat buikpijn van als dat je, als er uh, iemand in betwist gebied uh, maar een, uh, een caravan uh, in zijn tuin zette, dan hing Obama al aan de telefoon om uh, daar schande over te spreken mm. de afgelopen tijd. En om de wereld te vertellen wat dit het grootste obstakel voor de vrede was. Terwijl ja. die deelt en daar is er wel wat meer aan de hand. Als uh... we even naar de Nederlandse situatie gaan. Um, heeft u liever Trump in het witte huis dan een Russin in de keuken? Trump in... Nou, dat, 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 dat doet me een beetje denken aan die oude OSL-stickers... van liever een raket in de tuin dan een rus in de keuken. Daar is die op gebaseerd. Die stickers mocht ik vroeger van mijn ouders niet op mijn tas hebben... omdat die, niet, uh, omdat die te extreem waren, ja. herinner ik me nog. Maar u begrijpt uh, de achterliggende gedachte, Nou, wat, wat ik vooral belangrijk vind, is dat wij ook nu met Trump in het Witte Huis... Is werk gaan maken van onze defensie-inspanningen. Want ja. Trump heeft daar wel uh, natuurlijk wel op luide toon gezegd. Wat eigenlijk Amerikanen op wat charmantere toon al jaren zeggen. Europa, Nederland, wanneer gaan jullie nu eigenlijk eindelijk eens serieus. jullie defensie-uitgaven op orde brengen. In plaats van naar de suikeroom op de hoek te kijken die het allemaal wel regelt. Maar dat zult u ook wel moeten, want uh, Trump zegt Europese landen meer investeren in defensie. Uh, misschien trek ik me wel wat terug uit de NAVO. Er is er één die lacht, dat is die meneer in de Kremlin. Nee, ik weet het niet of die lacht. Het zou best wel eens kunnen zijn dat, uh, juist ook een beetje de, de, de vrij botte stijl van Poetin wel eens een beetje spoort met ook de benadering die Trump heeft. En dat, mm -hmm. dat uh, de heren Haviken uh, wel eens beter met elkaar zich zouden kunnen verhouden... dan uh, de toch wat al te theedrinkachtige neigingen... die er uh, van de softere kant wel eens naar voren wordt gebracht. Ik moet dat nog zien wat dat precies gaat betekenen voor ja. uh, Rusland ook. Ja. U noemde defensie. In uw verkiezingsprogramma... Uh, trekt u 3 tot 4 miljard euro meer uit voor defensie. Ja. Waar haalt u dat vandaan? Ja, dat, dat zal blijken uit het, uh, het, het financiële plaatje wat nog in de maak is. Dus, dat is altijd uh, de makkelijkste weg, meneer Van der Staaij. Dat klopt. Uh, maar we geven nu al aan, uh, daarom, daarom, vandaar ook die drie à vier. Miljard, dat je ook nog niet precies op een exact bedrag ons vast willen pinnen. Mm. Maar wel zeggen, ja, dit zal er wel linksom of rechtsom moeten komen. Uh, dus wij zullen gewoon uh, met posten ook, dat, dat, dat traject is nu gaande, hè, naar het Centraal Planbureau lopen om te zeggen bureaucratie, bezuiniging, hoeveel kunnen we daarvoor inboeken? Wat kunnen we nog doen met uh, minder geld voor dit en minder geld voor dat. Ja. Uh, maar dit staat dus wel echt hard al als toezegging. Dat hoe het ook zal uh, gaan, linksom of rechtsom, wij zullen ervoor zorgen dat in ons financiële plaatje, in degelijk financiële. Plage, uiteindelijk wel uh, minimaal 3 miljard, het liefst 4 miljard voor defensie zal staan. En als we niet meer kunnen rekenen op de Amerikanen straks, uh, waar moet dat geld dan naartoe? Naar tanks, naar helikopters, naar mensen? Dat zal ook in, in NAVO-verband uh, uh, uitgezocht moeten worden waar het meeste behoefte aan is. Uh, ook ook uh, juist in NAVO-verband waar er tekorten zijn. Hè? Ik denk hmm. bijvoorbeeld, je merkt, uh, Nederland heeft natuurlijk ook. Uh, uh, op, een, op een drastische manier de hele tankcapaciteit afgestoten in het verleden. Dat had nooit gemoeten. Dat was ook geen strategische keuze, maar puur uh, financiële armoede. Dus uh, uh, tanks weer uh, terug, zou ik zeggen. Maar ook helikoptercapaciteit, dat is zeker ook iets waar uh, Nederland uh, en Europa ook een uh, tekort aan uh, heeft. Ja, u had ook een opvallend punt in uw verkiezingsprogramma, namelijk 1000 euro voor het eerste kind. Klopt. Ja, Nederland is een een hekkensluiter als het gaat om uh, gezinsvriendelijk beleid. En dat betekent ook in de financiële ondersteuning van uh, gezinnen, geld wat er gaat naar gezinnen. Dan stoppen wij maar weinig geld in uh, echt uh, de gezinsvriendelijke regelingen. Heel veel landen, België, Luxemburg, Frankrijk, maar ook Scandinavische landen, die hebben gewoon een bedrag wat je ineens in handen krijgt op het moment dat een eerste kind geboren wordt, omdat je dan juist ook vaak voor extra grote kosten zit. Maar uh, is dat een geboortebonus? Wilt u stimuleren dat er meer kinderen geboren worden? Het is niet zozeer als bedoeling, als geboortepolitiek... van nou, dit moeten we doen om ervoor te zorgen... dat er meer kinderen geboren worden. Misschien wel andersom als we horen... en uit onderzoeken blijkt dat er soms juist ook... een kinderwens wordt uitgesteld om financiële redenen... en dat er vervolgens wel ook op oudere leeftijd... vaak een sterkere vruchtbaarheidsproblematiek aan de orde is... dan uh, kan het in ieder geval een steun in de rug zijn... om ook die kinderwens niet uit te stellen. Ja, uw achterban, kinderrijke gezinnen, zal zeggen... Alleen voor het eerste kind. Zeker. Uh, het is ook zo dat wij wat meer geld willen stoppen voor, uh, in de kinderbijslag voor volgende kinderen. Ook 50 euro uh, per jaar uh, voor de volgende kinderen mm. daarbovenop. Dat is overigens wel een veel groter bedrag, wat daarmee gemoeid gaat dan met uh, die 1000 euro voor het eerste kind. Want omdat er ongeveer elk jaar 80.000 kinderen uh, geboren wordt, uh, kost je dat een 80 miljoen. Ja. Uh, die 1000 euro. Nou, je moet je voorstellen dat dat. Um, dat er 30 keer zoveel geld aan kinderopvang wordt uitgegeven. Dus het gaat eigenlijk op de rijksbegroting, maar om een bescheiden bedrag. Terwijl het in die gezinsportemonnee wel heel fijn is om dat op dat moment van de geboorte van het eerste kind te kunnen krijgen. En niet pas um, in kleinere bedragen uh, 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 elk kwartaal. Hè? Dat je als je half april een kind krijgt, dat je niet tot oktober moet wachten om eens 198 euro op je rekening bijgestort te krijgen. Mm. Zoals het nu en is. Weer de vraag, waar haalt u al dat geld vandaan? Want het zijn prachtige plannen. Alleen de financiering die laat u een beetje achterwege. Ja, maar dat komt allemaal nogmaals echt. En zo kennen we de SGP ook. Dat we een degelijk financieel plaatje eh, hebben. Als het gaat om deze, deze 80 miljoen. Dat is natuurlijk een heel ander bedrag dan miljarden. die van verschillende posten vandaan eh, komen. Die 80 miljoen weten we wel heel precies waar we dat vandaan eh, willen halen. Namelijk van gelden die we ook eh, vrij kunnen spelen. voor eh, potten voor reintegratie die op dit moment er zijn. Van mensen weer aan het werk helpen. Uh, die juist moeilijk aan het werk kunnen komen, omdat we andere plannen hebben, die uh, juist uh, minder, uh, minder noodzaak uh, scheppen om op dit soort potten uh, beroep ja. te doen. Ik hoorde deze week een spotje op de, op de radio toen ik in de auto zat. En dat begon met: 1 op de 7 auto's in Nederland is grijs. Weet u waar het mee eindigt? Dat ja, sportje. Dat, dat, potje, dat spotje eindigt met dat uh, uh, abortus niet normaal moet worden. En dat 1 op de 7 uh, 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 zwangerschappen ook in een abortus eindigt. Maar is dat nou wel een vergelijking? Grijze auto's en abortussen? Het, gaat om de, het is geen vergelijking inhoudelijk, maar het is wel een vergelijking qua aantallen. En dat is natuurlijk even het punt wat je met die vergelijking wil maken. Um, en dat blijkt dat merken we ook in reacties op dat spotje: dat dat mensen ook echt aan het denken zet. Mm. Dat die zeggen: is dat zo'n groot aantal? Als je gewoon op straat vraagt aan mensen: wat denk je dat het zal zijn? Een op de 70 zwangerschappen eindigt in een abortus, of een op de 700, of een op de 7. Dat heel veel mensen zeggen. Nou, ik denk 1 op de 700. Mm. Maar het is dus wel 1 op de 7. Dat is verbijsterend. Ja. En de organisaties. Um, die verenigd zijn in de platform Zorg voor leven. Dus dat zijn organisaties als Sirius en Schreeuw om leven, ook politieke partijen als de SGP, ChristenUnie, organisaties als RMU en NPV en zo nog een heel wat. Die hebben gezegd: wij willen in deze week van leven uh, echt veel aandacht besteden aan deze uh, toch ja. uh, vaak uh, onderbelichte abortusproblematiek. U liet ook 30.000 kruisjes op het binnenhof zetten. Lampjes, uh, lampjes, ja. sorry, uh, alleen op een verkeerde dag. Want u had geen rekening gehouden met de Amerikaanse presidentsverkiezingen? We zaten er nog net voor. Uh, het was uh, voor, de, voor de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. Dus het echte nieuws kwam hier toch pas woensdag. En uh, uh, die dinsdag uh, 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 was er nog zeker wel aandacht voor. Mm. Maar het is wel een punt. Dat is ook weer typisch bij dit onderwerp: abortus. Uh, het is uitermate moeilijk om daar ook de aandacht voor van de. Van de seculiere media voor te krijgen. En we hebben daar heel veel ook afgelopen maanden ons best voor gedaan. Maar ook in talkshows en dergelijke werd er al gezegd: van nou liever een ander onderwerp. Want dit past eigenlijk niet een beetje bij, het, 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 het progressieve, bij de progressieve lijn die wij graag willen uitzetten. Ja. Dus er is een, toch een enorm taboe. Om eigenlijk de feiten en de achtergronden van de abortusproblematiek op de agenda te zetten. Het wordt gezien als een verworven recht, waar we het eigenlijk maar niet over moeten hebben. Okay. En daarmee doen we niet alleen tekort aan die 30.000 ongeboren levens ja. elk jaar. Maar ook aan die 30.000 vrouwen die in nood zitten. Uh, met ja. die onbedoelde zwangerschap, of nog vaak belasting ervaren... Uh, door wat ze daarna ook uh, ervaren hebben, na die abortus. Okay. En daar willen we ook met een initiatiefnota die we van de week hebben gepresenteerd... ook heel veel aandacht voor gaan vragen in de komende tijd. Laatste vraag, meneer van der Stel voor, uh, president Trump komt volgend jaar naar Nederland, net voor de verkiezingen. Zou kunnen, 20 januari wordt hij hier beedigd. Uh, over welk onderwerp wilt u het dan met hem hebben? Kort antwoord. Ja, dat, dat hangt uh, volgend jaar. Dat hangt echt van de politieke omstandigheden dan natuurlijk wel af. Maar ik denk dat het een onderwerp rond de wereldpolitiek gaat worden. Wereldpolitiek? Midden-Oosten. Midden-Oosten. Israël? Israël. Oké, okay, want dat is voor u een speerpunt. Zeker. Dank Kees van der Staaij voor dit gesprek. En u komst naar de studio. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Maandag zijn wij we er weer. Dank voor het kijken. Dag! Ja.